Ik meende dat de heer Mulder dat ons had toevertrouwd, zeg maar. Het woord werd gegeven dat wij aan een, naar een vrij land zouden gaan. Toen heb ik Mulder aan de lijn gekregen en rechtstreeks op de man afgevraagd van... Klopt het wat ze mij zeggen? Komt er een vrije aftocht? Gaan we met Zuid-Molukkers en leerkrachten met een vliegtuig weg? Ja, dat gaan we nu regelen. Toen is er gepraat over, moet er een bus komen? Stoelen uit de bus, ja of nee? Moeten er politiemensen mee als extra gijzelaars? Hoe gaan we dat op Schiphol doen? Mogen de politieauto's voor en achter zo'n bus rijden? Mag er een helikopter bij? Dat soort dingen. Hoe gaat het op Schiphol? In de loop van de ochtend werden er drempels opgeworpen. En die drempels werden hoger en hoger. Van, ja, jullie kunnen wel met het vliegtuig mee, maar zijn jullie wel ingeënt? Nee, we zijn niet ingeënt. We hebben een griepprik gehad, maar daar houdt het dan ook weer op. Ja, nou, daar is misschien wel wat aan doen. Ja, maar... De piloten willen niet vliegen, want stel je voor dat er wat gebeurt en ze zijn niet verzekerd. Ja, stel je voor dat jullie een besmettelijke ziekte hebben. Dan laten ze je in dat andere land helemaal niet toe. Nou, zo kun je natuurlijk 1001 smoesjes bedenken om je aan de grond te houden. Nou, toen ben ik ook heel erg kwaad geworden, ook al omdat die Zuid-Molukse jongens ja, zaten te dreigen en steeds nerveuzer werden. En... Nou, toen heb ik Mulder ook voor het blok gezet. Van, en nou wil ik het weten, ja of nee? Want anders wil ik niet meer met je praten. En het enige wat we zo graag zouden hebben is... gewoon een, normaal menselijk contact over de telefoon. Om te kijken. Mulder geloof ik helemaal niet meer. Mulder manipuleert. Hij praat met zoete, lieve woordjes, maar achteraf nee. Hoe was jullie reactie toen het niet doorging? Flippen natuurlijk. Maar nu zorgen dat die actie gewoon doorblijft. Het begin van de actie vanochtend, even voor vijven. Kanongebulder, mitrailleurgeratel, volkomen onverwacht. Door de straten van Bovensmilde op weg naar de bezette school. De taak van de mariniers bij de school was om... in die panzervoertuigen naar de school toe te gaan. En op vier verschillende plaatsen zou men dan de school binnentreden. Waarbij één dan de hoofdingang zou nemen. Was een beetje te enthousiast en reed de toiletten zelfs in. Maar goed, dat was een schoonheidsfoutje. Dan hier de aanval op de school. Beelden via een bijzondere camera. De panzerwagen die regelrecht op de school inrijdt. En de beide deuren, u ziet dat hier, aan de voorzijde naar binnen drukt. Aan drie kanten werd de school aangevallen met panzerwagens, werd geschoten met machinegeweren. Machinegeweren die de kogels vlogen door de ruiten boven ons. Dan volgde een explosie. We zijn toen als de raphazen roepend naar elkaar naar de schuilplek gegaan die we van tevoren uitgekozen hadden. Daar hebben we ons op de grond gelegd. En even later een hoop gekraakt. Toen reed er zo'n panzerwagen reed de school binnen. Ik weet wel dat toen alle ruiten en alle deuren eruit vlogen. Overdonderend. Ik sliep gewoon. Dan kwamen ze. Toen heeft het niet lang geduurd. Ik kon geen kant op. Ik had ook geen wapen in handen om het te verweren. Ik weet nog dat er een hoop schimmen door de school renden. Dat je oetjes hoorde knallen. En ik hoorde... ook duidelijk dat die Zuid-Molukse jongens riepen van niet schieten, niet schieten, we geven ons over. Dus ik ging mijn wapen en stortte de muur in, ging ik een ander lokaal binnen. En dat was de afloop. We werden allemaal op schoolplein gesmeten, zeg maar. Toen we ze zo zagen liggen, zeiden we alle vier tegen elkaar van toch wel een beetje zielig. Want in die paar weken dat je met elkaar in een redelijk ontspannen sfeer met elkaar opgetrokken was. Ik wil niet zeggen bij elkaar gaan waarderen. Maar komt er toch iets van een vage band tot stand. En later werden we naar sommige Marseillais gebouws gebracht. Ik werd naar Delzijl. Kreeg ik een week later pas te horen dat... Zelfde actie die ook plaats had gevonden in De Punt.
Een week later hoor ik dat pas. Ik had de hoop nog op de punt. 11 juni, een gedenkdag. Dan ga ik naar Bovensmulde. En dan ga ik naar Assen, naar mijn 6 kameraden. En vier ik dat in stilte, alleen of met mijn vrouw. Die blijven mijn leven lang bij. Er zijn mijn medegenoten en mijn broeders die streven voor een vrije RMS. Met dezelfde idealen.